Het is geen geheim dat Gijs Groenteman en zijn podcastmaatje Marcel van Roosmalen niet zo onder de indruk zijn van Rob Goosens, de tv-kenner van RTL Boulevard. Ze hebben hem in de zomer zelfs keihard voor schut gezet in de talkshow Marcel Gijs. Gelukkig is Rob niet haadragend, want hij is vrolijk ingegaan op een uitnodiging van Gijs. Rob en Gijs praten in de podcast met Groenteman in de Kast over hun gedeelde fascinatie voor het medium televisie en de types die daar rondlopen. Het is toch ook leuk, vind ik, om gewoon anti-spot te moeten presteren, terwijl heel veel mensen met je meekijken in die rare, soort vacuümgezogen wereld van tv-studio, merkt Gijs op. Dat beaamt Rob. Helemaal mee eens. Gijs, ja, precies. Oké, okay, dus we zijn het erover eens dat het werk leuk is, maar toch heb je het gevoel dat je nog een soort buitenstaander bent en dat je die mensen als een soort dieren in de dierentuin aan het bekijken bent? Ja, antwoordt Rob. Ja, en ik vind mezelf ook niet per se gemaakt voor het medium. Juist ook omdat ik apart ben. Gijs, dat is maar net zo lang als het breed is natuurlijk. Rob, ja, fair enough. Gijs, ja. Juist als je apart bent of als je op een of andere manier denkt van HUH, wat is dat voor een wonderlijke jongen? Geen uitzonderlijke schoonheid. Ik zou het nu ook over mezelf kunnen hebben, hè? Hij heeft een rare stem. Maar ja, hij heeft ook wel weer iets. Ja, die moeten er ook tussen zitten. Geen uitzonderlijke schoonheid, een rare stem, gijs die zelf een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan, zit Rob hier gewoon en passant te beledigen. De boulevardster heeft er niet veel op te zeggen, ja. Gijs, ja, het is fascinerend. Hoe lang blijft Rob eigenlijk nog zitten bij RTL? Ik ben gelukkig met wat ik doe. Tegelijkertijd, wat ik doe loopt op 31 december af. En je bent volledig afhankelijk van anderen of het daarna doorgaat. Kukelt Peter van der Vorst hem eruit als Rob te kritisch is over RTL? Is dat een contract bij RTL dat je hebt? Vraagt Gijs. Rob, nou, niet bij RTL, maar bij de productiemaatschappij die het maakt. Hij verzucht: Ja, en je kent de televisiewereld inmiddels ook, je weet het nooit. Ze gaan je nooit vooraf vertellen dat ze toch niet helemaal tevreden zijn.